Supertjes heb ik leren kennen in 2004 in New York. En toen was het een idee van een meisje, maar het was nog niet echt een merk. Ik had altijd een hele grote passie voor kleding en kleding maken. Dat had ik al toen ik heel erg jong was. Dus dat ik iets in de mode zou gaan doen was voor mij al heel snel duidelijk. Maar dat het in deze vorm was, had ik natuurlijk niet kunnen dromen. Ik denk dat het een ultieme combinatie was van draagbare vrouwelijke kleding op het juiste moment, waar iedereen ook begreep dat er een nieuwe trend aan de gang was, dat de mode sneller veranderde, dat trends onderhevig waren aan snelheid. En daar zijn wij heel erg goed op ingesprongen in 2004 door gewoon fashionable clothing te maken die gewoon ook betaalbaar is. Ik denk dat je altijd een portie geluk in je leven nodig hebt, wat je ook doet en hoe talentvol je ook bent. En bij mij is het een combinatie van geluk en ontzettend doorzettingsvermogen. Ik ben niet iemand die het stopt bij de eerste teleurstelling en die heb ik heel veel gehad natuurlijk. En het succes is nu heel leuk en dat ziet iedereen, maar ik heb er ook onwijs hard voor moeten knokken om hier te komen. Ik zie mezelf wel als iemand die altijd heeft gestreden tegen een achtergestelde positie. Tegen denken dat als je een kruiwagen hebt, dat je het makkelijker maakt in het leven. Ik bedoel, ik ben met niks begonnen en daarom denk ik ook dat ik heel makkelijk, zou maar zeggen, weer daar terug naartoe kan stappen en ik kan inleven. En dat is denk ik wel belangrijk. Dat vergeten heel veel mensen op het moment dat je succes hebt, waar je vandaan komt. En dat zal ik nooit vergeten. Supertjes is echt het product voor een jonge, onafhankelijke, sterke persoonlijkheid die weet wat ze wil doen in het leven en hoe ze dat moet bereiken. Die veel reist, die een heel leuk leven leidt gewoon en tevreden is over zichzelf en zelfverzekerd. En gewoon een heel duidelijk doel heeft om haar leven te leiden zoals ze dat zelf graag zou willen zien. Ja, ik combineer het altijd wel met andere merken, maar ik draag heel graag Supertjes. Mijn leren broek, deze, daar leef ik echt letterlijk in. Iedereen zei tegen mij, altijd toch niet vandaag op zo'n bijzondere dag ga je weer die broek aantrekken. Ik zo, nee, maar ik trek hem wel aan als ik er naartoe ga. Ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat het wel heel bijzonder is. We met een heel duidelijk thema hebben gewerkt. En vanaf de ontwerpfase 1 hebben we gedacht van oké, wie is onze inspiratie nou voor deze collectie? Welke vrouw moet deze collectie nou voorstellen en welke vrouw moet zich aansproken voelen? Wij dachten, wie vinden wij nou te gek? En als je dan teruggraaft in de geschiedenis, zijn we uitgekomen bij Queen Cleopatra. Die voor de ultieme vrouwelijkheid staat en de macht, misschien ook een beetje de valse macht. En daar hebben we enorm veel inspiratie uitgehaald. Wat je vanavond ook zal zien in deze collectie, is dat alles heel erg gedetailleerd is, heel embellished, heel veel gouddetails, ook in het haar van de meiden, ook in de schoenen. Het is helemaal perfect doorgevoerd, dus daar ben ik echt heel blij mee. Je ziet soms heel veel goud-brons elementen en die kleuren passen heel goed bij haar natuurlijk, want zij is bekend om die hele grote gouden tooien die zat in die ultieme perfecte vrouwelijke jurken die te over de top waren. En daarbuiten zien we ook gewoon dat die vrouw vandaag de dag een andere vrouw is geworden. Die heeft geen man meer nodig. Het is een sterke vrouw, dus een soort van nieuwe macht die eigenlijk misschien wel sterker is dan een mannelijke macht. En dat is wat we vanavond willen laten zien. Maar die gaan we uiteraard als hele sexy godinnen over die catwalk heen gooien. Nou, ik denk dat de wil om te slagen bij mij groter is dan wat dan ook. Ik bedoel, en ik zal ook altijd doorgaan en ik maak fouten en dan schaam ik me niet voor en dan sta ik er weer en dan gaan we gewoon weer door met z'n allen. En dat, ik denk altijd iets is waar je ook een soort van mee geboren wordt en het is een drive die onontstoppelijk doorgaat.